Oh jee, zijn die flink bezig. Oh, al het water is hier ook weggepompt. Oh, de boot ligt ook droog. Ja, ik klim gewoon lekker op, want ik klim overal waar ik op kan klimmen. De boot ligt gewoon droog. Oh man, al het water is hier weggepompt. Wat is dit? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag zijn we weer aangekomen in Mindtopia. Mocht je er zin in hebben, klik natuurlijk alvast eventjes een like. En ik ga vandaag niet vragen aan het aantal likes wat ik graag voor jullie zou willen. Nee, ik zou gewoon zin hebben van mensen. Klik een like en als je het like waardig vindt, vind ik zelf dat er genoeg likes zijn gehaald. Op deze video zal ik zeer binnenkort weer lekker een giveaway doen van 250.000 euro'tjes. Hier cash money in the pocket. Nee, ik heb genoeg geld, dus ik dacht, weet je wat, als ik vind dat jullie goed jullie best hebben gedaan met even een likeje aan te klikken. En ik denk zoiets van, nou, dit vind ik respectabel aantal, dan ga ik binnenkort gewoon lekker 250.000 euro weggeven. Misschien wel aan jou. Nee, je hoeft er niet een speciaal level voor te zijn of een speciale zone te hebben of een dit of een dat. Nope, nope, nope. Dat komt trouwens ook niet deze video, want hè, dan moet ik natuurlijk nog maar kijken of ik dat ga doen. Maar als dat gebeurt, iedereen maar kans en hou ik even damn wie er wint, als er maar iemand wint. Dat is het belangrijkste. We zijn vandaag aangekomen in Mindtopia. Let niet op dit. Dit schijnt er Optifine te komen dat hierdoor mijn auto's buggen. Ik heb natuurlijk daar een auto staan. Ik heb daar een auto staan, daar een auto en daar een auto. Want ik ben een rich motherfucking gangster. Dus ik heb vier huizen staan bij mijn gangster villa. Die we best nog wel eens een keertje mogen appreciëren. En bekijken van dat je denkt van, hoe is het mogelijk, gek. Maar het is allemaal met legit geld betaald. Geen cocaïne deal met Wouter. Goed, zonder grappen nu verder te gaan maar met de video. Dus, want je bent nou echt alweer veel te veel aan het ouwe hoeren. Spijt bij enorme mensen. Ik kreeg laatst een vraag van een aantal kijkers. Of niet van een aantal kijkers tegelijkertijd. Maar die vraag werd al wel wat vaker achtergelaten onder de video. En de vraag luidt als volgt. Duffy, wil je Mindtopia laten zien? En dat werd achtergelaten onder een Mindtopia video. En nu hoor ik jullie bijna allemaal denken van, Duffy, als ik Mindtopia wil zien, log ik zelf in op de Mindtopia server en ga ik het bekijken. Snap ik helemaal. Maar er werd met name gevraagd, Duffy, zou je de Mindtopia server willen laten zien als de stad Mindtopia? Aangezien wij als kijkers daar toch niet veel kunnen komen. En ik moet ook zeggen, als ik tap op indruk wat je nu ziet, er zijn niet veel mensen hier. Het grootste gedeelte van de mensen, vaak wat hier aanwezig is in Mindtopia, zit nou eenmaal in het leger. Ik weet niet of je van het leger ook buiten de stad mag of buiten de muur mag om in de stad rond te lopen. Maar over het algemeen komen niet heel veel mensen hier in Mindtopia op het moment. Omdat dit op dit moment ja, gewoon een hoge zone is en er zijn niet veel mensen. En vroeger was het natuurlijk helemaal niet bijzonder deze stad. Want iedereen was hier en iedereen zag het in elke video van goh, wat is hier allemaal te vinden. Maar tegenwoordig zijn de mensen hier schaars, weet je. Ik bedoel, er zijn mensen online, maar het zit er vaak allemaal in het leger. En er wordt niet meer veel naar buiten gebracht vanuit deze stad. Dus ja, de vraag was eigenlijk, Duffy, wil jij dit voor ons gaan doen? En toen had ik zoiets van, sure, why not? Ik wil best voor jullie een keer gaan rondlopen hier door de stad Mindtopia. Ik weet zelf namelijk ook niet alles wat er is gebouwd. Ik hoop dat we überhaupt genoeg hebben aan één video, want het is immens groot. Dus hier ook al, we zien weer een huis. We laten toch wel lekker gaan beginnen. We gaan dus vandaag een beetje kijken in Mindtopia wat er allemaal nieuw is. Wat er allemaal is gebouwd, hoe dingen eruit zien. Want er staan een aantal epische gebouwen in. Dus ja, let's freaking go. Zien jullie bijvoorbeeld al een plot van huis van Danny. Moet ik zeggen, ik zei hele epische huizen. Sorry Danny als je een video kijkt, maar vierkant blok dit huis. Vind ik niet zo speciaal. Hier ga ik niet naar kijken. Dit is van Joris. Niet omdat hij Joris niet mag of zo. Maar dit is verder niet boeiend. Dit staat hier al echt eeuwenlang. Dus dat is niet zo boeiend. Pillenwinkel voor Martje. Dat is ook niet zo heel erg boeiend. Dit is voor me allemaal gewoon nog een beetje hetzelfde gebleven. Wat het al de afgelopen jaren is geweest. Het zijn natuurlijk maanden. Maar het jaar klinkt beter. Kutjoch. Brievenbus Dino. Dit is wel nieuw. Dit is een groen huis. Zoals je kan zien. In Mindtopia kan alles. Want je kan hier dus gewoon een groen huis hebben. Geen idee. Het is nieuw. Maar oké. Dat hoort denk ik iets van de eigenaar van Dinoland of zoiets. We zien hier wel een moderne villa staan. Nee, die is van Leonski. Dat was slash is. Ik weet niet meer precies of die het nog is. Maar in ieder geval, het was sowieso was dit een minister. Hij heeft hier een mooi huis staan. Ik moet zeggen, dit is best een mooi huis. Best een mooi optrekje. Niks te comparen natuurlijk tegenover mijn villa's. Maar hey, gaat de goede kant op, man. Natuurlijk dat park hier. Voor de mensen die het nog kunnen herinneren. Vroeger stond hij zelfs een kerstboom met kerst. En er was een hele grote boom van Vaco. Was voor mij altijd die boom. Verder niet heel erg boeiend. Ze hebben wel een heel nieuw bouwbedrijf laten bouwen, zie ik. Het hek hier is ook weg. Dus ja, weet je. Als een hek weg is, loop ik hier gewoon naar binnen. Awesome, deze dingen. Zoals zo'n takelwagen. Ik snap nooit hoe mensen dat voor elkaar krijgen om te bouwen. Want ik zelf kan dat niet. Maar daarom ben ik ook geen bouwer. Shovel machines. Ik weet niet hoe die dingen heten. In ieder geval een heel nieuw bouwbedrijf. En ik moet ook zeggen, dat werd wel eens tijd. Dit ziet er ook echt gewoon nu uit als een bouwbedrijf. Van kijk, we hebben iets te bieden. Het is groot. Vertrouw ons jouw werk maar toe. En we doen het gewoon. Want daar lijkt dit tenminste ook echt op. Vind ik een mooie investering ding. Dit vind ik mooi. Dit vind ik, ja, dit vind ik nice. Dat trouwens ook zit er op het dak. Zit er nou op het dak, joh? Steekt er iets uit op het dak? Oh, is dat een helikopter? Is dat een helikopter op het dak van het bouw? Het is een helikopter op het dak van het bouwbedrijf. Wat krijgen we nou?
Heeft het bouwbedrijf een eigen helikopter? Oké, nou netjes. In ieder geval, het bouwbedrijf heeft een eigen helikopter. Dit is de welbekende plek. Ik dacht dat ik dit plot nog in bezit had, maar zo te zien niet. Want ja, er staat in ieder geval iets wat niet van mij is. Hier stond natuurlijk mijn schuur, mijn drugsschuur. Is inmiddels een huis neergezet. Vind ik helemaal niet erg, want anders was het ook maar een leeg plot. Alleen, ik dacht dat ik dit plot nog had. Ik heb deze al verkocht een keer. Kan ik me niet eens meer herinneren, maar het is in ieder geval niet meer van mij. Zomaar in de tuin. Een ja, respectabel huis, laat ik het zo zeggen. Dit is gewoon een respectabel huis, alleen ja, gebeurt alleen niks. Of in ieder geval, de eigenaar heeft er niks mee gedaan. Dit huis van Real Killer staat hier volgens mij echt al heel lang. Die is ook best wel raar gebouwd. Zo van best wel ver achter op het plot. En ja, weet je, zit hier geen dikke ren gewoon niet uit in zo'n Real Killer. Hij heeft hier wel een zwembad in zijn tuin. Dat dan wel. Maar voor de rest, ik vind het een raar huis. Heel klein, heel ver naar achter. Maar wel behoorlijk veel details. Maar dat is verder niet zo heel erg boeiend. Nu komen we toch wel meer mensen in het gedeelte wat denk ik ook heel veel mensen willen zien. Kijk, dat daar binnen. Er zijn er nog meer plekken wat ik nog moet laten zien. Maar komt allemaal een keer wel. Ik wil eigenlijk gewoon meteen naar het leuke gedeelte toe. Dat is namelijk dit. Hier kom ik heel vaak ook langs. Dan denk ik van, hier moet ik hier nog eens een keertje gaan kijken. En dan gaat ook verder nog steeds die kant helemaal ook op. Er zijn hier toch wel een aantal huizen gebouwd. Waar je u tegen zegt. Dus dit ook. Hier Rotterdam zie ik hier binnen staan. I have to say. Dit is a fine beautiful bold in my. Nee, dankjewel. Ik zwem niet in andermans zwembad. Dadelijk is het water vergiftigd. Nee, maar ik moet zeggen. Dit is een net huis. Dit heeft hij goed voor elkaar. En dan zeker deze villa. Naast deze villa ziet er ook net uit waar we hier wel trouwens wel een auto hebben staan. En hier ook. Oké, okay. Ik weet niet hoe dit dan wel kan, maar dat doet ook helemaal niet toe. In ieder geval, er staat hier wel een auto. Dit is natuurlijk ook een heel erg net huis. Dit huis is van Antiek. Van Antiek. Voor mij is dat een ex-bouwer. Die heeft in ieder geval hier nog een heel mooi huis weten uit de grond weten te stampen. Dit is natuurlijk het fangirl huis, om het zo maar te noemen. Die staat er echt al heel lang. Marnix Studio, waar niks mee gebeurt. Dan hebben we daar Dylan zijn club, zeg maar. Maar dan, mensen. Scrapyard hier. En hier gaan we nou eens eventjes naar binnen. Want voor de mensen die zich kunnen herinneren, dit is de plek waar het voor mij ook zo'n beetje allemaal begon. Ik bedoel niet dit plot bedoel ik niet. Maar er staat hier wel trouwens een leuk huis op. Leuk ook in kleurtjes. Ingericht, zeker kistjes erbij. Leuk huis, niet heel groot, maar redelijk modern. Voor de mensen die het misschien nog wel kunnen herinneren, er staat nu Dacia op, als ik je naam goed uitspreek. Dit was het huis van Colin, Herr Colin. Dit was zijn huis wat hij huurde back in the day bij David. Voor 1000 euro in de week huurde hij dit huis van David. Staat er nog steeds, is inmiddels dus van Dacia. Als ik Dacia was, zou ik hier echt vies voor geld voor vragen. Dat ben ik. Dan hebben we hier, geen reclame alsjeblieft. Ik wist niet dat hier. Dit plot was altijd leeg. Staat nu ook best wel weer een immens huis op. Dat zie je trouwens best wel veel in Maitopio. Dat hier immens grote huizen worden gebouwd. Omdat dat hier gewoon mensen zijn met geld ook vaak wel. En dan hebben we natuurlijk nog dit huis. Plot 141. Villa / Jamila Jonah Bros. Die hebben inmiddels dit huis gekocht, zo te zien. En dit huis, ja. Hier begon het allemaal mee voor mij. Kan ik een beetje naar binnen kijken? Een beetje. Het is helemaal leeg. Het is helemaal gestript in ieder geval. Maar hier begon het natuurlijk allemaal voor mij mee. Dit was mijn allereerste huis in Mindopia. Hij staat er nog steeds. Hij wordt ook nog steeds gebruikt. Super awesome. Tuin wordt ook nog onderhouden. De brug hier is afgesloten. Dus we kunnen niet deze kant op verder. Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar er zijn ze hier in ieder geval iets aan het doen met een brug. En wat is dit? Oh jee, ze zijn die flink bezig. Oh, al het water is hier ook weggepompt. Oh, de boot ligt ook droog. Ja, ik klim gewoon lekker op, want ik klim overop waar ik op kan klimmen. De boot ligt gewoon droog. Oh man, al het water is hier weggepompt. Wat is dit? Oké. Okay. Zo zie je maar. Ik zie ook dingen voor de eerste keer. Met name dat hier waarschijnlijk een stuwdam wordt gebouwd of zoiets. Fucking episch. Voor de rest, ik weet het ook niet. Hebben we hier het huis van Ari Cool. Ik weet, ik zeg zijn naam verkeerd, maar dat is een troll die wij met z'n allen hebben tegen. Niet tegen Dennis, maar met Dennis. Ari Cool, ze noemden hem altijd vroeger. Dus nog steeds Ari Cool. Die heeft hier al een heel groot huis. Met de zand als vloer waar nooit iets mee wordt gedaan. Voor mij speelt hij ook niet meer. Maar in ieder geval, het is nog van hem. Dan dit huis. Dit huis was van Joey. Heet zijn kanaal ook alweer? Just Joey Here. Heette zijn kanaal zo? Simpel genoeg was zijn kanaal. Simpel genoeg. Die woonde natuurlijk hier. Maar dit huis is inmiddels gekocht door deze twee mensen. En die hebben het gewoon plat gegooid en er iets huge motherfucking groots van gemaakt. Moet ook zeggen, ziet er ook wel heel erg nice uit. Wel een enorm groot plot geworden dit hoor. Dit is wel echt een immens groot plot geworden. Dit plot kan trouwens nog veel langer, zie ik. Of niet? Dat mag helemaal nog hier naartoe, of niet? Of houdt het plot van hun hier juist weer net op? Ik denk dat hun plot dan hier op houdt. Maar alsnog, het is wel echt een immens groot huis wat ze hier hebben gebouwd. Wat ik ook wel begrijp, zeker hier bij het water wil je natuurlijk wel een groot huis hebben. Had natuurlijk met dat huis ook gekund, die van Dennis is. Maar ik moet zeggen, dit is nice. Dit huis daarentegen liggen we letterlijk net niet aan het water. Is daartegen wel een groot huis. Alleen, ja, weet je, je hebt hier wel een stuk strand. Alleen, dat is niet zeg maar je. Niet privé als het ware. Daarentegen is het natuurlijk wel weer gewoon een enorm groot en vooral ook mooi huis. Ik vind het huis ook wel wat hebben.
Oh, wat... Oh, dit is dat Joey's... Oh, dit is een appa... Wat is dit voor deur? Oh. Dat vind ik minder, deze deur. Ik weet niet, deze deur is een soort van... opgeplakt, als het ware. Zo van, oh shit, we moesten nog een deur hebben, we hebben er geen ruimte voor. Vanuit binnen ziet het er inderdaad wel oké uit, om het zo maar te zeggen. Ja, die deur bedoel ik dan, maar vanaf buiten? Nee, hier mag wel wat afwerking aan te pas komen. Maar dat ben ik. Misschien vindt de eigenaar het wel heel mooi hoe het op dit moment is. Maar dit is hier wel even een behoorlijke straat, zeg maar, waar veel gebouwd is, waar ook veel veranderd is, zoals jullie wellicht kan zien. Natuurlijk, mijn huis is dan nog een beetje herkenbaar. En Dennis' huis staat er ook al best wel lang, maar voor de rest... En oké, okay, en Colin's huis, maar voor de rest, er is hier behoorlijk wat aangebouwd, bijgebouwd, verbouwd, om het zo maar te zeggen. En ik zie ook heel veel dingen hier nu voor de eerste keer, want ik ren hier natuurlijk wel vaak langs de opnames. Maar weet je wat nu ook gebeurt? Als ik er langs ren en ik zit in een verhaal, gaan niet mijn ogen van links, oh ik zie daar een huis, en rechts, oh ik zie dit. Nee, dat gebeurt natuurlijk dan bij mij ook niet. Dus heel veel van die dingen zie ik ook voor de eerste keer. En dan vind ik het wel heel vet dat kijkers echt een vraag van Duffy, wil je Mytopia laten zien? Want wij zijn gewoon benieuwd wat er eigenlijk allemaal te vinden is en wordt gebouwd. Wij zien hier nog allemaal heel veel grote gebouwen. Ik denk dat wij dit lekker gaan bewaren voor de eerste volgende keer. Dat we dan hier ook nog maar eens een keertje gaan kijken. Voor dit hek trouwens open is. Mensen, 100.000 likes als we dit hek naar binnen moeten. Nee, maar dan kunnen we in ieder geval nog meer gaan kijken. Er is in ieder geval hierachter nog helemaal een behoorlijk grote ruimtecomplex. Waar we nog allemaal kunnen gaan kijken waar dingen staan. Waarvan ik denk van, ik weet niet wat dit allemaal is, maar... Het is fucking groot. En dat is één ding wat fucking awesome is. Gaan we lekker de volgende keer doen. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mytopia. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even om te liken, te reageren, te abonneren. En ja, wellicht ben jij zomaar in één keer 150k. Als ik vind dat jullie genoeg likes hebben achtergelaten. Klik op Duffy meer. En mensen, tot de volgende keer.